Hallo allemaal en goedemorgen, goedemorgen. Het is afschuwelijk weer buiten, afschuwelijk weer. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Moet je naar kijken, mensen. Deze mevrouw weet niet hoe ze er slecht moet uitzien. Ze weet gewoon niet hoe dat moet. Kijk, dat hebben ze haar gewoon nooit geleerd. Zit er een foto tussen waar ze er slecht uitziet? Nee, ik krijg ze niet voor elkaar. Ik vind haar helemaal te gek. Ik heb dit vaker gezegd, maar ja, dat is een beetje de aard van YouTube. Je moet dingen herhalen, herhalen, herhalen. En want mensen vallen ergens midden in zo'n video. Burgemeester Halsema is helemaal fantastisch. Ik vind dit trouwens ook een leuke foto met die bril. Leuke foto. Burgemeester Halsema is helemaal fantastisch. Deze is leuk. Met het is dat een pyjama jasje? Zou dit Weekamp zijn? Leuke foto. Burgemeester Halsema is helemaal fantastisch. Maar de stad waar zij de burgemeester is, onze stad Amsterdam, is een absoluut shithole. Ja, het is een scheidhol. Nou, er zijn heel veel mensen die worden dan direct beledigd. Oh, Amsterdam is fantastisch. En ik vind Amsterdam helemaal geweldig. En Jank en Piep en Huil. En maar geloof me, deze stad is een shithol. Voor de mensen die niet depressief willen worden. En nu afhaken. Maar als je zegt, wow, ik zit stevig in mijn vel. Ik heb goed geslapen. Daar gaan we dan. En dit is het parool. En dit valt onder het kopje Amsterdam. Daar vind je het meest waardeloze nieuws. Noodplan Amsterdam. Dubbele punt. Staat er echt. Scholen mogen vierdaagse lesweek invoeren. Tegen lerarentekort. Ze hebben het er doorheen. Zo. Amsterdam is nu officieel een derde wereldland geworden. Het is onvoorstelbaar. Het is heel mooi. Haar voorganger, Eberhard van der Laan, die deed ook een nieuwjaarsrede. Dat doet de burgemeester van Amsterdam. Die doet een nieuwjaarsrede. Dat is gewoon een borrel voor alle prominenten in Amsterdam. Eberhard van der Laan, die deed hem in black tie, weet je. Smoking en baljurken en galajurken. En hij deed hem in de stad Schouwburg, geloof ik. Of in de Schouwburg of zoiets. En toen zei een van de dingen die Eberhard van der Laan zei was: onze kinderen zijn gelukkiger dan ooit. Ze weten niet eens meer wat zure regen is. Vreemd is dat, want onze kinderen, ja, god, krijgen maar 4 dagen les in de week. Want we kampen met een gigantisch lerarentekort. Dat lege schoolbord is goed, hè? Onheilspellend, onheilspellend. Het is een beetje zombie-apocalypse. Dit is hoe je schoolbord eruit ziet als er een zombie-apocalypse is. Komt ie aan. Dit is van Michiel Cousy, Hanneke Keultjes en Raunak Gadari of Kadari. En dit is van gisteren. En gisteren las ik het en toen had ik er niet zoveel zin in, want ik dacht, dan doe ik geen oog dicht. Scholen krijgen de mogelijkheid een 4-daagse lesweek in te voeren in de strijd tegen de lerarentekorten. Dit staat in het noodplan dat de Amsterdamse schoolbesturen maandag hebben overhandigd aan minister Arie Slob. Minister Arie Slob heb ik al behandeld. Dat is een beetje groot kind, een soort 4-jarige. Check dit kanaal. Ik heb een uitgebreid debat gedaan over, of een uitgebreide uiteenzetting gedaan over het Haga Lyceum. Waar ze gek genoeg geen lerarentekort hebben. En dat geldt voor de meeste religieuze scholen. Daar hebben ze geen lerarentekort. Nee, het is echt het openbare onderwijs. Het betreft een 4-daagse lesweek in een 5-daagse schoolweek, zo valt te lezen in het noodplan lerarentekort. De kinderen worden dus niet 1 dag naar huis gestuurd, maar krijgen op de 5e dag les van externe, onbevoegde professionals. Yeah, dat gaat niet zo goed. Michiel, Hanneke en Raunak, onbevoegde professionals. Weet je wel, dat is net zoiets als een leeg glas bier.
Dat is een beetje wat het is. Hi, wil jij een leeg glas bier? Nee, dank je. Ik heb liever een vol glas bier. Kan dat ook? En die kinderen krijgen dan bijvoorbeeld les, denken we, in kunst en cultuur, sport en natuur en wetenschap. Of komt die burgerschapsvorming? We weten echt niet heel goed wat dit is. Burgerschapsvorming is een soort Khmer Rouge-achtige toestand. Het heeft ook wel heel veel weg van Nazi-Duitsland. De overheid gaat onze kinderen leren hoe ze goede burgers moeten zijn. En ik heb dit al vaker uitgelegd. Lieve mensen, als er een club maloten is, die je niet kunnen leren hoe het is om een burger te zijn, dan is dat de overheid. Want als jij bij de overheid werkt, dan ben je geen burger, dan ben je een ambtenaar. We weten ook niet hoe we het moeten noemen. Het begon als burgerschapstraining hier in Amsterdam. Niemand wilde het natuurlijk. Die kinderen hebben daar helemaal geen zin in. Toen werd het burgerschapskunde. Kunde. Toen werd het burgerschapsonderwijs. En nu is het zelfs burgerschapsvorming geworden. Het is altijd fijn als niemand echt precies weet wat het is. Scholen maken zelf de keuze of ze hiertoe overgaan. Maar mogen dat pas doen als ouders hiermee instemmen via de medezeggenschapsraad. De school moet er dan op kunnen rekenen dat ze niet door de inspectie van of het ministerie worden aangesproken op de vierdaagse lesweek. Het noodplan is opgesteld door een kerngroep van schoolbesturen, directeuren, de gemeente Amsterdam, het ministerie en de inspectie. Wat mist daar? We lezen ze nog een keer op. Dit is de kerngroep. Schoolbesturen, directeuren, de gemeente Amsterdam, het ministerie en de onderwijsinspectie. Wat mist daar? Heel goed, kinderen en ouders. Die horen niet bij de kerngroep. Want die moeten burgers zijn, goede burgers. Ouders zullen zich ongetwijfeld afvragen of hun kinderen nog wel voldoende leren in vier dagen. Arnold Jonk, directeur van schoolbestuur Samen tussen Amstel en IJ, die het woord voert namens de kerngroep, zegt dat de kwaliteit van het onderwijs nu al onder druk staat door de lerarentekorten. Dit is niet voor niets een noodplan, zegt hij. Ze krijgen nu al slecht les, ze leren nu al niet genoeg. Het is niet de bedoeling dat kinderen minder taal of rekenen krijgen, maar we moeten wel snappen dat het lerarentekort zo nijpend is dat we niet alles bij het oude kunnen laten. Dus het is niet de bedoeling dat je minder rekenen en taal krijgt, maar er zit wel een kans in dat dat wel gebeurt. Gastdocenten. Het lerarentekort, staat hier echt, treft zo'n 10.000 Amsterdamse schoolkinderen. Dat is echt gigantisch. De basisscholen komen zeker 360 docenten tekort. En dat loopt alleen maar verder op. In de goede oude, mevrouw de burgemeester, let u op, in die goede oude tijd van Eberhard, weet je, onze Damsco-strijder, die ons wist te melden dat, leuke foto, dat onze kinderen gelukkig zijn dan ooit. Toen was het, weet ik veel, volgens mij was het 80 of, en toen werd het 110. Dat is een beetje opgelopen. Dat is het falende beleid van de PvdA, mevrouw de burgemeester. Die hebben deze stad vanaf de jaren 70 helemaal naar de pleuris geholpen. Maar niet getreurd, je mag nou geen les krijgen. Wat we wel hebben geregeld, is dat er op afstand, op 250 meter afstand van jouw school, geen enkele koffieshop open is. Nuttig. Incidenteel, mevrouw de burgemeester, de supermarkten blijven wel open. Daar kunnen kinderen bleekwater kopen en het opdrinken. Veel gevaarlijker dan niet. Het lerarentekort, de basisscholen komen zeker 360 docenten tekort. En dat loopt alleen maar verder op. Jee, op naar de 500. Vorige maand gingen diverse basisscholen in Nieuw-West, waar wij wonen, tijdelijk dicht vanwege de tekorten. Her en der in de stad worden kinderen naar huis gestuurd omdat de docent ziek is en vervanging onmogelijk is. Die laatste hebben wij meegemaakt, een jaar of 5 geleden, in groep 6. Die leerkracht, die was helemaal gek. Die was aan het schreeuwen tegen die kinderen. Die was aan het krijzen tegen die kinderen. Die was niet aan mijn orde met hem. En die ouders, die hadden er niet zoveel trek in. Dus klagen, 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 klagen. En toen werd hij overspannen, vlak voor de voorjaarsvakantie. Dus dat is in februari.
En toen kregen die kinderen gewoon geen les, want ze konden geen vervanger vinden. Dat is heel leuk. Let u op, mevrouw de burgemeester, dan belt je kind op. En zei, hi, ik ben in de gymzaal. Oh, heb je gym? Nee, we zitten hier gewoon een beetje en we moeten iets voor onszelf doen. Waarom? Ja, ze hebben geen vervanger, ze hebben geen invaller. Oh, oké, okay, waarom bel je mij dan? Nou, de wifi zuigt. Mag ik naar huis? Dan hebben we wel goede wifi. En, ja, ik ben makkelijk. Dus dan zei ik van, kom maar naar huis. Dus hartstikke leuk. Groep 6 heb ik mijn kind les mogen geven. Het noodplan bevat meer maatregelen. Zo kunnen scholen ook kiezen voor grotere groepen. Dat noem je het verdelen van kinderen over andere groepen. Waarbij de docent hulp krijgt van een klassenassistent. Een andere optie is dat onbevoegde gastdocenten een deel van de lessen verzorgen. Dat heeft mijn ex-vrouw gedaan. Die heeft op een gegeven moment inderdaad kinderen bezig gehouden. Dat is heel erg leuk. Wat doen ze nou? Een leerkracht valt uit. En er zitten, weet ik veel, 25 kinderen in die klas. En die 25 kinderen die worden in groepjes van 5 verspreid over andere klassen. Maar dat kan dus betekenen dat kinderen uit groep 8 bij de peuters terechtkomen. En wat doen ze dan in dat lokaal? Niks. Gewoon doe maar wat voor jezelf. Maak maar een mooie tekening. Hier in Amsterdam Nieuw-West is het erbarmelijk. Want hier zijn er natuurlijk ook nog eens allemaal zwarte scholen, arme scholen, scholen zonder geld. Scholen met alle andere problemen. Dus hier is het extra erg. Nou, de schoolbesturen willen meer hulp van gemeente en de minister. Amsterdam moet zorgen, daar komt het. Amsterdam moet zorgen voor meer woningen die geschikt zijn voor docenten. Want die kunnen op dit moment geen betaalbaar huis vinden. En verlaten massaal de stad. Het is echt te arrogant voor woorden. Het is te arrogant voor woorden. Ah, hier, gefeliciteerd. Hier heb je een nieuwe baan. Oké, en ik wil er ook een huis bij. Wat bedoel je, je wil er ook een huis bij? Nou, gewoon, ik wil ook een huis. Ja, wij gaan niet over de huizen. We hebben je net een baan gegeven. Ja, nou, ik wil ook een huis. Waar we heen willen hier in Amsterdam is inderdaad een soort Sovjet-systeem. Waarbij ambtenaren. En je moet dan denken aan politiemensen en mensen die werken in het onderwijs. Die mensen krijgen eerder een huis. En er is al zo weinig ruimte voor huizen. Dat zijn de Uber-mensen. Nee, die hebben zo'n speciale stadspin op. Net alsof ze lid zijn geworden van de nazi-partij. En die mensen die krijgen allerlei extraatjes. Wij moeten leren hoe we goede burgers zijn. Dat gaat gebeuren door al die burgerschapstraining. Wat stond ook weer? Burgerschapsvorming. Hier, burgerschapsvorming. Dat is wat wij krijgen. En goede burgers, ja, die houden hun bek dicht en zeggen prima, doen. Ziek heil, geef al die gekken naar huis. Incidenteel, mevrouw de burgemeester, wist u dat als jij ontslagen wordt als leerkracht, dan krijg je gewoon volle map WW. Serieus, ja, je krijgt gewoon volle map. Gewone mensen, untermenschen, zoals wij krijgen, weet ik veel, wat krijg je? 70% 3 maanden lang of zoiets. En je krijgt maar een maximaal bedrag. Maar ik sprak een keer een vent die jarenlang in het onderwijs werkte en die werd toen ontslagen. En die zei, ja, ik heb geen haast met het vinden van een baan. Ik krijg gewoon volle mee betaald. Is het mede nou? Ja, dat heeft iets te maken met hun cao. Weet ik veel. Ik vond het een heel raar verhaal. Maar goed, het bleek echt zo te zijn. Amsterdam wijst al een klein aantal woningen toe aan leraren, maar dat is onvoldoende. Daarnaast verstrekt de gemeente een reiskostenvergoeding aan docenten die elke dag naar de stad komen. Dat moet omhoog, vinden de schoolbesturen. Want nog altijd moeten sommige leraren toeleggen op hun reiskosten. De minister moet zorgen voor betere PR voor het vak van docenten. Het aantal zij-instromers, professionals uit een ander vak, die zich versneld omscholen tot onderwijzer, moet omhoog. Nu telt het Amsterdamse onderwijs 120 zij-instromers. Het is echt belachelijk. Het is echt belachelijk, is het. Jij krijgt een huis en we betalen je reiskosten. En wat krijgen we dan, mevrouw Halsema? Dan worden ze niet meer massaal ziek. Nee, het onderwijs zijn mensen zoveel ziek. Ziek, zwak, misselijk of onderweg. Maar dan hebben ze wel een huis onder hun reet. En als ze ontslagen worden of ze gaan de ziektewet in. Ja, ik zou ook geen haast hebben om terug aan het werk te gaan. Lekker een jaartje in sabbatical. Stel je zou al deze dingen doen.
dan zit je nog steeds met een heel groot probleem. Wij doen namelijk onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. En dat doen we door zowaar naar kinderen te luisteren. En dat is een landelijk onderzoek. En de afgelopen 20 jaar, let u op mevrouw de burgemeester, de afgelopen 20 jaar geven kinderen, dus dat zijn die kinderen waar we zo bezorgd om zijn, massaal aan dat ze de vakken saai vinden. Ze vinden de manier van lesgeven saai. Oh, en ze hebben een hekel aan hun leerkrachten. Er was een uitgebreid artikel over dat onderzoek. Het is pas weer gedaan. Ergens eind vorig jaar of misschien zelfs begin dit jaar. Ik las het op nu.nl. En er is een of andere overkoepelende organisatie die dat onderzoek doet. En die vindt, die zei, ja, het is al 20 jaar dweilen met de kraan open. Kinderen vinden het onderwijs helemaal niks meer. Mooi, hè? Hier heb jij een huis. Grote stedentoeslag. Het moet ook makkelijker zijn om docenten in te zetten op scholen waar de tekorten het grootst zijn. De minister zou werk moeten maken van een grote stedentoeslag. Docenten in Amsterdam krijgen dan 5 tot 10% meer. Hallo, 10%. Zodat het aantrekkelijk is hier te werken. En een huis. Een toeslag is superbelangrijk. Zegt Jonk. Docenten zien hun collega's vertrekken. Een toeslag zorgt voor erkenning. Weet je, dus geld, geef me geld, geef me geld, geef me een huis, geef me reiskosten, geef me geld. Ondertussen is dat onderwijs nog steeds hartstikke waardeloos. Die kinderen hebben er geen zin in. En ik wil niet kinderachtig doen, maar heeft er iemand aan kinderen gevraagd of ze echt veel zin hebben in burgerschapsvorming, burgerschapskunde, burgerschapstraining, burgerschapsonderwijs? Ach, houd toch alsjeblieft op. Als die kinderen mogen kiezen, zeggen ze, daar doe ik niet aan mee, rot op, dat lijkt me helemaal kut. En school is al zo kut. Jonk benadrukt dat scholen de maatregelen in samenhang met elkaar moeten nemen en in onderling overleg. Het is niet ieder voor zich. Het noodplan en de maatregelen die erin staan zijn tijdelijk, tot het lerarentekort is verlicht. Nou, dat gaat niet gebeuren, want in ditzelfde artikel stond, het neemt alleen maar toe. Waar stond dat? Even kijken hier. Het loopt alleen maar verder op. Dus het wordt niet verlicht, dat gaat niet gebeuren. Keihard gewerkt. Niet echt. Minister Arie Slob voor basis en voortgezet onderwijs stelde dat de schoolbesturen in Amsterdam, ook in Den Haag en Rotterdam, keihard gewerkt hebben aan de plannen. Amsterdam is al iets verder. Dat heeft het onderwijsveld ook al actief bij de plannen betrokken. Draagvlak van onderaf is heel belangrijk. De mensen die met de voeten in de klei staan, merken de gevolgen van het lerarentekort elke dag. Nog steeds, ouders en kinderen komen er echt helemaal niet in voor. Het is echt zootje ambtenaren in een soort echokamer, lekker tegen elkaar schreeuwen. Ik moet meer geld, we moeten regelen, meer geld, geef me een huis. Oh. Slop. In de plannen van Amsterdam staat ook nadrukkelijk dat er niet aan de onderwijstijd wordt getornd. Leerlingen gaan ook gewoon 5 dagen naar school. Hij schiet de Amsterdamse plannen niet meteen af. Ik zeg, werk het maar uit. We gaan later wel kijken wat er wel of niet kan. Precies, verspil heel veel tijd hieraan. En als het dan straks allemaal niet blijkt te werken, ah ja, hebben we pech. Wat een waanzin. Je krijgt dus 4 dagen les. Weet je, zeg maar les die je al afschuwelijk boring vindt. En aan 1 dag krijg je, weet ik niet, komt er zo'n vrijwillige moeder die komt langs en die zegt, wat weten jullie van breien? Weten jullie iets van breien? Oh, breien zijn. Nee, breien zal niet mogen. Dat is scherpe voorwerpen in het lokaal. Dat is te gevaarlijk. Wat weten jullie van macramé? Dat deden we vroeger toen ik op school zat. Kijk, ik heb allemaal kralen meegenomen. En die kinderen worden gillend gek. En dan bellen ze hun ouders. En dan zeggen ze, hey, de wifi zuigt. Mag ik naar huis? Volgens Slob heeft Amsterdam een enorme klus geklaard. Door alle schoolbesturen op 1 lijn te krijgen. Ja, tuurlijk, ze willen allemaal meer geld. Er zijn mega veel besturen in Amsterdam. Superbelangrijk en mega veel. Het is echt tienertaal. Ze nemen met elkaar de verantwoordelijkheid voor de delen van de stad waar de problemen het grootst zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat men niet bij elkaar het personeel weghaalt of in een concurrentieslag zit met elkaar. Dat kunnen we echt niet gebruiken in deze periode. Dat gaat wel gebeuren.
Want er zijn geen leerkrachten. Je zult ze ergens vandaan moeten halen. En als jij op dit moment op een zwarte school werkt in de Bijlmer, of jij werkt op een zwarte school in Amsterdam Nieuw-West, en er is een hele leuke school ergens in de pijp, dan zeg jij, doei, ik vertrek. Slob beloofde binnen zijn eigen begroting 9 miljoen euro vrij te maken. Hallo hé, wat een gigantisch bedrag. Wat kostte die Noord-Zuidlijn ook alweer, mevrouw de burgemeester? Een klein beetje meer, maar die was natuurlijk ook veel belangrijker dan het recht op onderwijs. 9 miljoen voor zij-instromers. Mensen die zich vanuit een andere baan laten omscholen tot leraar. Ik weet dat daar een prijskaartje aan hangt, dus dat ga ik linksom of rechtsom regelen. Doe je best, Arie. We hebben er reuze veel vertrouwen in. Of er ook extra geld komt voor de noodplannen, zoals die schoolbesturen vragen, dat wilde de ChristenUnie-bewindsman niet zeggen. Oh, dat is wel geestig. Ik wist niet dat Arie Slob van de ChristenUnie was. Ik weet het niet, man. Als een of andere gek van de ChristenUnie een islamitische school in Amsterdam-West wil dichtgooien. Als ik een moslim was, zou ik me echt heel erg beledigd voelen. Ik zou zoiets zeggen van, hey, fucking christen. Ik bemoei me niet met jouw religie. Zou jij alsjeblieft niet met de mijne willen bemoeien? De Amsterdamse schoolbesturen hebben hun plannen al doorgerekend. Sorry. Of er extra geld komt, weet hij niet. Ik wil geen verwachtingen wekken. Ga er maar uit voor niet. Amsterdamse schoolbesturen hebben hun plan al doorgerekend. Die zouden 16 miljoen euro gaan kosten. Dat kun je vergeten. De Noord-Zuidlijn moet namelijk doorgetrokken worden. En er zijn allerlei andere extra voorzieningen die toeristen nodig hebben. En bedrijven aan de Zuidas. En er moeten een hele hoop privéscholen bij. Voor al die expats die hier naartoe komen vanwege de Brexit. Wethouder Marjolein Moorman, die is van de PvdA, steunt de schoolbesturen en maakt extra geld vrij onder de voorwaarde dat scholen solidair zijn en dat de scholen met de meeste, grootste problemen de meeste hulp krijgen. De financiële hulp is eenmalig. Een pleister op de wond. Ja, maar ik ben heel erg aan het bloeden. Ja, sorry, ik heb alleen pleisters. Ja, maar het moet gehecht en nee, kan niet. Hebben we geen geld voor, we moeten de Noord-Zuidlijn doortrekken. Inspraak van de ouders. Dus moet je even kijken hoe lang we nu bezig zijn. Maar lappen en lappen en lappen tekst. En dan, oh ja, die ouders. Die aan het einde. Er is veel te weinig gedaan om ouders te betrekken bij het opstellen van dit noodplan. Ah nee toch. Meen je dat nou? Zegt Menno van de Koppel, directeur van de Onderwijsconsumentenorganisatie, de OCO. We hebben aangeboden om aanwezig te zijn bij een bijeenkomst, maar we waren niet welkom. Leuk hè? Ouders moeten hun bek dicht houden. Die moeten burgers moeten wij zijn. De ubermenschen die besluiten wat er met onze kinderen moet gebeuren. De ubermenschen maken van onze kinderen correcte, propere burgers. Wij moeten ons bek dicht houden, wij zijn niet welkom. Dit is zeg maar standaard. Voor de mensen die kinderen hebben op school in Nieuw-West, hou in godsnaam je bek dicht tegen een school. Want als jij klaagt over een school hier in Amsterdam, let u op mevrouw de burgemeester. Als jij klaagt over een school, als jij klaagt over de directie van een school, als jij klaagt over de kwaliteit van het onderwijs, ja, dan is dat kindermishandeling. Wat? Nee, dat bestaat niet. Ja, dat bestaat wel. De Raad voor de Kinderbescherming van Amsterdam en het hoofdkantoor van de Raad voor de Kinderbescherming in Den Haag hebben besloten dat klagen over school, klagen tegen een leerkracht, klagen tegen het bestuur van een school, dat is kindermishandeling. Dat mag niet. Dus hou je mond dicht, want anders krijg je grote problemen met jeugdzorg en weet ik niet, pakken ze je kinderen van je af. Je moest eens weten wat voor waanzin wij hebben meegemaakt hier in Nieuw-West. Een gemiste kans, volgens Van de Koppel. Dit is serieus, hè? We hebben te maken met een onderwijscrisis. Daar zijn ook de ouders de dupe van. Van de Koppel hoopt dat ouders wel inspraken krijgen in de vervolgstappen. Welke vervolgstappen? De plannen zijn al gemaakt. Voor de uitvoer komt te weinig geld.
En die ouders die blijven ermee zitten. En nog veel erger, die kinderen blijven ermee zitten. Nou, dan hebben we nog één paragraaf over. Gaan ze het hebben over kinderen? Het antwoord is nee. Deze hele lap tekst. Hele lap tekst. En wat kinderen willen, komt er niet in voor. Ze zijn non-people, zijn ze geworden. Als jij een kind bent hier in Amsterdam, in het basisonderwijs, dan heb je helemaal niks te zeggen. Je moet je bek dicht houden en gewoon naar die school. En het maakt niet uit hoe kut je het daar vindt. En het maakt niet uit hoeveel geweld en agressie daar is. En het maakt niet uit hoe weinig les je krijgt en hoe waardeloos die les is. Jij bent non-people. Jij bestaat niet. Jij zit zeg maar nog onder de untermenschen. Het is te schandalig voor woorden. De OCO overigens, ik nodig jullie uit. Als je ooit een keertje problemen krijgt met die loting of andere dingen, klop eens aan bij de onderwijsconsumentenorganisatie. Deze gasten doen echt helemaal niks. En het is ook heel bijzonder, de titel, weet je, onderwijs is een recht, hè? Het recht op onderwijs. Dat is een onderdeel van de, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de... De Internationale Conventie van de Rechten van de Mens. Het recht op onderwijs. Dat is een onderdeel van het verdrag in zaken de rechten van kinderen. Het recht op onderwijs. Maar dat hebben we nu veranderd. Je hebt geen recht op onderwijs meer. Jij bent een onderwijsconsument. Nee, je moet gewoon een beetje rondshoppen en kijken of je echt zo'n leuke school vindt. Maar ja, god, of je nou les krijgt, kunnen we allemaal niet garanderen. Dit is serieus, hè? Nee, toch? De OCO is ook een beetje een nare club die zo stiekem achter de schermen. Weet je, jouw kind mag niet naar de school van zijn eerste keuze. Dan regelt de OCO dat stiekem een beetje achter de schermen wel gebeurt. Het is echt heel, heel, heel naar. Ook zegt de OCO-directeur dat zijn organisatie erop gaat hameren dat medezeggenschapsraden inspraak hebben. In het noodplan staat dat kinderen op scholen die kiezen voor een vierdaagse lesweek een vijfde dag moeten invullen. Kinderen die kiezen. Vijfde dag moeten invullen met lessen van onbevoegde professionals. Een leeg glas bier. Hi, wil jij een leeg blikje cola? Nee, ik wil een vol blikje cola. Dat hebben we niet. De keuze is aan de scholen. Maar pas wanneer ouders hiermee instemmen via de medezeggenschapsraad, wordt dat ingevoerd. Van de koppel. Het is geen adviesrecht, maar instemmingsrecht. Daar gaan we voor waken. Lieve mensen, ik moet hier echt om janken. Maar goed, hier worden dan kinderen genoemd. Dus kinderen die kiezen voor een vierdaagse lesweek. Kinderen die kiezen voor een nuldaagse lesweek. Die hebben daar helemaal geen zin in. Praat maar eens met wat gemiddelde kinderen. Als ik de vriendinnen van mijn dochter neem, die vinden het allemaal afschuwelijk. Weet je, op iedere school is het hetzelfde. Er is één leerkracht die leuk is en de rest is allemaal waardeloze shit. De lessen vinden ze saai. Ze moeten kilometers en kilometers reizen in hele drukke trams die chockvol toeristen zitten. Of in levensgevaarlijk verkeer op de fiets. Vanwege die geweldige loting waardoor grote groepen vrienden en vriendinnen uit elkaar geslagen worden. Na het basisonderwijs, in mijn tijd... Ik ben ongeveer de leeftijd van burgemeester Halsema. Het is heel normaal om met vrienden van je lagere school allemaal naar dezelfde middelbare school te gaan. Dus kon je vrienden met elkaar blijven. Dat bestaat hier niet meer in Amsterdam. Want we hebben, weet ik niet, een soort postcodespreiding nodig of zo. Die loting is echt een krim is het. Maar goed, kinderen hebben daar helemaal geen fucking zin in. Kinderen zijn heel erg ontevreden. Maar ze mogen dan kiezen voor een vierdaagse lesweek. En dan moet je die vijfde dag moeten ze invullen met lessen van een leeg glas bier. Lieve mensen, it's official. I'm calling it. Amsterdam is een derde wereldland. Dit is niet normaal meer. Dit is waanzin. Nou, hieronder staat dan nog wat. Ja, escalatieladder, verborgen vacatures, bla 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 bla. Ik zou zeggen, lieve mensen, lees dat on your own good time. Mevrouw de burgemeester, dit kan zo niet langer natuurlijk. Dit is absolute dog shit en het is nu al jaren gaande en dit noodplan is gedoemd te mislukken. Het zal helemaal geen soda aan de dijk zetten. Kinderen zijn de dupe en ouders zijn de dupe. En ja, als jij twee werkende ouders bent, alle twee een baan, en je hebt drie kids,
Dan is het feest snel voorbij. Dan word je helemaal gillend gek in dit stadium. En als jij vanuit huis werkt en je hebt één kind, ja, zoals ik, dan is het wel te doen natuurlijk. Het is niet zo'n ramp als je kind dan thuis zit. Een hele hoop schoolwerk kunnen ze gewoon vanuit huis doen. Ons kind zit op dit moment ook thuis. En dat komt niet vanwege lerarentekort, maar dat komt omdat ze op een kutschool zit waar geweld dagelijks... geweld aan de orde van de dag is. Dat is niet normaal. Dus daar kun je ook nog mee te maken krijgen. En dan krijg je wel les, hebben ze wel leerkrachten. Maar je moet voortdurend vrezen voor je leven en je veiligheid. Mevrouw de burgemeester, ik moet er een beetje van kotsen in mijn mond. Dit plan is gedoemd te mislukken. Dit wordt helemaal niks. Nou ja, let op mijn woorden. I'm calling it Amsterdam, derde wereldland.